Natuurboer Jan Broening vroeg het technasium van het Erasmus om een marketingadvies voor zijn producten. Als je advies geeft, moet je wel van alles over je werkgever weten. Dus toch een afvaardiging naar de Engbereiksvenen bij Kloosterhaar, waar Broening in samenwerking met Staatsbosbeheer zijn ossen weidt. Dit gebied is van Staatsbosbeheer. Wat is uw taak hier? Ik ben boswachter in dit natuurgebied en ook in een aantal natuurgebieden meer in Twente. En vanuit mijn rol ben ik met name bezig met een stuk voorlichting van het publiek. Maar ook zoals vandaag met de schoolklas, de boer en de slager. Om dat verhaal te kunnen vertellen wat we hier doen. Daarnaast doe ik ook een stuk handhaving en toezicht, recreatie. Faunabeheer, dat is een beetje mijn werkpakket in de hoofdlijn. Nu hebben jullie een samenwerking met natuurboeren. Wat houdt dat nou precies in? Nou, in dit gebied is Jan de boer. Die pacht hier bij ons de grond. En die heeft zijn vee hier op het gebied afgestemd. Vandaar de blaakkopossen. Die kunnen heel goed tegen ruw voer. Als je hier om je heen kijkt, hier zie je dat wel. Het zijn geen malse groene weides. Maar het is een armer dieet. Deze runderen die kunnen daar goed op verteren en groeien. En ze helpen ons ermee om het natuurgebied open te houden. We hebben in de zomer hebben we hier een kleine hondenrassen lopen. Nu lopen er niet zoveel meer, want het aanbod van voedsel wordt minder. Maar er lopen er nu nog 14 hier, alleen in dit stuk. Ja. En dan heb je nog meerdere stukken. Ja. Waarom ben je nou juist hier? Want die kunnen toch ook in de wei? Ja, maar kijk. Wij vinden in feite dat als natuurboeren dat je natuur inclusief doet. En die ossen kunnen heel goed, je kunt het eigenlijk, maar dan moet je de camera's elke ronddraaien, kun je heel mooi zien. Waar de ossen lopen, je hoeft je veel minder machinaal onderhoud te plegen. En waar je dat niet doet, moet je veel machinaal onderhoud plegen. En het is eigenlijk is een win-win situatie. En dit is een veel natuurlijker systeem. Je ziet aan de flora en fauna ook eromheen. Wat heb je hier nou van geleerd? Nou, ik heb zeker geweten wat de koeien, hoe ze leven, wat de motivatie is van de boer om de koeien zo te laten leven, wat de omstandigheden zijn van de koeien en van de koeien in Nederland. En dat het eigenlijk is dat heel veel landbouw is en dat duurzaam niet per se gelijk staat aan biologisch en dat het meest duurzame eigenlijk de bio-industrie is. Maar dat wil je eigenlijk niet. Moreel is dat eigenlijk het minste wat je eigenlijk kan doen met dieren. En dit hier met al die ossen op een groot landgoed is wel echt het beste voor de beesten.